Goedemiddag. Goedemiddag alle aanwezigen. Terwijl u zo'n plekje opzoekt, heet ik ook een van harte welkom aan u die het volgt via livestream. Wees welkom en weet dat u juist bent afgestemd. Weet dat u op de juiste plaats bent. En het is inderdaad fijn om in het huis van de Here te zijn. Indien u dat kunt of wilt, wilt u met me gaan staan, alstublieft. Dan kunnen we de dienst openen. Halleluja. Trouwe God en Vader, we danken u, Here Heiland. Dank u wel, Abba, voor dit moment. Dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor ons leven, Heer. Dank u wel, Vader, dat u bent de God die geschapen heeft hemel, aarde en al wat leeft. Dank u, Vader, dat we zo samen mogen komen om u lof te zingen, om u eer te geven, om u te prijzen en te aanbidden. Dank u wel, Abba Vader, voor de leiding van uw Heilige Geest in alles. Heer, we leggen zo allen die in de bediening staan in uw handen. En we danken u, Vader, dat door de leiding van de Heilige Geest wij het mogen doen. We leggen ook in uw handen, Vader, allen die aanwezig zijn, allen die kijken vanuit huis, Heren. Dat wat het dan ook mag zijn, Heren, hoe we dan ook hier samen zijn gekomen. Wat de omstandigheden mogen zijn van de afgelopen uren, dagen, maar ook week of weken achter ons, Heer. Wij weten één ding en kunnen met z'n allen belijden. Jezus is Heer. Dank u wel, Vader, Heren, dat ook op dit moment, ook vandaag weer deze middag, Abba, wij geleid door uw Heilige Geest, Heer, een nieuwe commitment met u mogen maken. We leggen het woord die gesproken zal worden vandaag in uw handen. En we danken u, Vader, Heer, voor het bloed van Jezus over ons. Het bloed van Jezus roepen wij aan, Heren. Het bloed dat gemaakt heeft dat wij gereinigd en geheiligd zijn geworden. In Jezus' naam. Dank u wel, Abba, dat u vol bent van liefde. Vol van genade over ons allen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wilt u met mij, de Heer, een dankbaar klapoffer geven? Want Hij is het waard. Halleluja. Amen. Prijs zijn naam. En we zijn gekomen om Hem te aanbidden. Amen. Thuis, hier in de zaal. Wij gaan Hem prijzen met elkaar. En dan geven we Hem alle glorie. Halleluja. Breng de handen bij elkaar voor de koning. Bye.
Wij komen niet voor.
Het leven zwaar, maar Jezus is al.
mensen veranderen. Jezus, halleluja, kom en verheerlijk zijn naam, kom en verheerlijk zijn naam, de mensen veranderen, maar Jezus nooit, kom en verheerlijk zijn naam. Zeg je buurman, hij verandert nooit, hij verandert nooit, hij verandert nooit, halleluja. God ooit stoppen. Yes. Wie kan onze God ooit stoppen? Nee, niemand. Wie kan onze God ooit stoppen? Want hij is groot. Wie kan onze God ooit stoppen? Hij is dezelfde. Wie kan onze God ooit stoppen? Hij komt als hij wil. God komt als hij wil. Het lam, het offer dat kwam voor de zonde.
zal voor hem buigen. Elke knie zal voor hem buigen. Elke knie zal voor hem buigen. Halleluja, halleluja. Elke knie buigt voor mijn God, want die is Heer. Halleluja, yes. Want hij verbreekt de ketens. Mijn God die zieken heet. Want in de naam van Jezus reuzen zijn verslagen. Slagen, elke berg.
keuzen zijn verslagen. Elke berg moet wijken voor zijn naam. Want zijn lange trouw is, doet wat u belooft. Niemand is dat krachtiger dan u, Jezus. De uitkomst is dat, amen. U hebt de overwinning behaald, triomfeerde over zonde en dood. En bij uw kerk verkondigen uw naam op. Jezus, u bent Heer.
is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, u bent Jezus, u bent God, u bent Jezus, u bent Jezus, u bent Heer, u bent God, u bent Jezus, u bent Heer, u bent God. Doe het met heel uw hart. U bent Jezus, u bent Heer, u bent God. Halleluja, geef hem een klap over en zeg dank u, Heere. U bent geweldig, u bent geweldig. Wij beleiden, u bent Heer en u bent God. En niemand kan tegen u op. Halleluja, glorie voor de koning. U bent Jezus, u bent Heer, u bent God. Amen, amen. Hij is Jezus, Hij is Heer, Hij is God. Met een waar genoegen mag ik uitnodigen onze lieve zus, Corrie van der Nes, die ons gaat bemoedigen met een prachtig nummer. En gelijk daarachteraan komt pastor Roberto. Mag ze een applaus alsjeblieft. Ja, halleluja. Yes. In Openbaring 19 staat: toen hoorde ik uit de hemel het geluid als een grote menigte die zei: loof God, van hem komt alle redding en voor hem is alle eer en macht. En dan gaat het verder zeggen: amen, prijs God. Een stem vanaf de troon zei: alle dienaren van God, klein en groot, prijs God. Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of een zware donderslagen. Prijs God, zeiden zij. De Heere, onze almachtige God, regeert. Dus laten wij blij zijn en juichen en hem eren. Want de tijd van de bruiloft van het lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Amen. Daarom loven wij en prijzen wij hem. Heere Vader, geef mij uw stem. Geef mij uw geluid als een waterval. Pour out over these people, O God. Like only you can, Lord God. Use my voice. Here I am. Hallelujah. 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 You're my God. Hallelujah, 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 you're my God. Is het ook voor u zo? Weet u, u hoeft niet bang te zijn van de stilte wanneer u de Heere aanbidt. Het hoeft niet continu door te gaan in geluid, geluid. Juist in de stilte doet Hij zijn werk. En soms moet je je woorden herhalen en herhalen totdat het inzinkt.
You're my God. Hallelujah. 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 You're my God. Give me you. Everything else can wait. So give me you. I hope I'm not too late. Lord, give me you. Just Lord, give me you. Lord, give me you. Lord, give me you. Weet je, al het andere kan wachten. So give me you, want als hij het niet is, dan is het niks. Everything else can wait. Elk programma. Give me you, I hope I'm not too late. Lord, give me you. Lord, give me you. Lord, give me you. Lord, give me you. Hallelujah. There is no other God. Er is geen andere naam. There is no other God. En soms moet je zoeken in aanbidding. Want wie zoekt zal vinden. Amen. Wie zoekt zal vinden. Het hoeft niet perfect te zijn. Hij is perfect. En we zoeken hem samen. We zoeken hem samen. Gaat uw gang, Heer. 'Cause here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. Altogether worthy. Altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. Altogether worthy, altogether wonderful to me, and I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross, and I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. That's why, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Hallelujah. Loof en prijs de Heer. Loof en prijs de Heer. Aanbid hem. Aanbid hem met geheel uw hart. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Jesus, Jesus, there is something about that name.
Master, he's your savior. He's like the fragrance after the rain. I call him Jesus. Jesus, let all the heavens and earth proclaim that kings and their kingdoms will all pass away. But there's something about that name. Zullen we het nog een keer proclameren? Proclameer het nogmaals, Corrie. Proclameer het nogmaals. Proclameer het nogmaals, Corrie. Jesus. Yes. Jesus. Jesus. Halleluja. Er is kracht in de naam van Zangen, Jezus. Zingen jullie mee. Proclameer het met haar mee, Pastor Gerard. Jesus. Yes. There is something about that name. He's a master. Yes. He's master. He's a savior. Savior. Like the fragrance after the rain. Yes. Jesus. Proclameer de naam van Jesus. Jezus. Over uw leven. Let heaven. Over uw situatie. And earth proclaim that kings and their kingdoms will all pass away. But there's something about that name. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, and just to rest upon his promise, and just to know that thus says the Lord, Jesus, Jesus, there is something about that name. He's master. He's savior, like the fragrance after the rain. Jesus, let heaven and earth proclaim that kings in the kingdom will all pass away, but there's something about that name. Yes. Tell me something about. Kunt u erbij gaan staan en de Heer alle eer geven. Het gaat om Jezus. Het gaat om Hem. Het gaat om Hem. Halleluja. Kunt u voor een moment uw stem verheffen. En zeg halleluja. Wij eren uw naam. Wij eren uw naam. Wij eren uw naam, o Koning. Wij prijzen uw naam, o Heiland. We geven u de lof. We geven u prijs. Halleluja. Halleluja. Wat een naam heeft u ons gegeven. Een naam boven alle naam. De naam boven alle namen. De naam van Jezus. De naam van Jezus. De naam waarin behoud is. De naam waarin genezing is. De naam waarin redding is. De naam waarin verlossing is. De naam van Jezus. Halleluja. 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 Wij eren uw naam. Wij eren uw naam. Halleluja. Yes. Het gaat vandaag een hele andere dienst zijn, een beetje. Bid ook voor mij. Maar ik had een heel ander woord voorbereid vanmiddag, geloof mij. Gisteren. Maar toen de voorganger zo predikte vanochtend. En hij het had over, we moeten weer teruggaan naar de Heilige Geest en de Geest de ruimte geven.
ben ik snel naar mijn auto gelopen. En ik zei, Heren, u moet iets anders doen vanmiddag. En de boodschap die ik voor vanmiddag had, we gaan een ander woord brengen. Deze heeft u misschien, als ik weer eens mag staan, te goed. Halleluja. Jullie zouden een lied zingen nog? Halleluja. 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 God is worthy of praise and worship. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of everything that we can bring and we can give. He is worthy of our lives because he gave his life. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Yes, Lord, I worship you because of who you are. And I'm gonna say it one more time. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Oh, thank you, Lord. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Oh, Jehovah, Lord, I worship you because of who you are. And you know who he is? Hallelujah. Jehovah Jireh is my provider, my provider. Hallelujah. Jehovah Nissi, God, you reign. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, he's my Prince of Peace, my Prince of Peace. And Lord, I worship you because of who you are. Weet u, we moeten God niet prijzen en hem dienen en hem eren voor wat hij allemaal voor ons gedaan heeft of nog zal doen, of wat u graag wilt dat God voor u doet. Maar dien hem, eer hem, prijs hem slechts voor wie hij is. Wie hij is. En hij is inderdaad voorziener en vrede. En hij is ook uw helper, uw heilrijke rechterhand. Dat is hij. Maar al zou God niets meer voor u doen, al zou hij niets meer voor u doen, eer hem dan nog steeds.
dank hem dan nog steeds. Proclameer nog steeds dat hij goed is. Ik geloof in mijn genezing. Maar ik heb gezegd, al geneest u mij niet, ik blijf u prijzen. Al geneest u mij niet, ik blijf u eren. Waarom? Want hij is God. En hij alleen verdient de ere. Oh, halleluja. Jehovah. Oh, he's my provider. My provider. Jehovah Nissi. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. U mag even plaatsnemen. Net zoals ik zei, ik had heel wat anders voorbereid. Ik vind het wel leuk dat ik mijn dochter zie. Ik stond ergens bij de grachten geparkeerd en ik dacht, ik zet mijn auto hier dichter bij de kerk en zag opeens haar auto staan. Welkom, Gentle, na zo lang in de kerk.
Wilt u haar een applaus geven, mijn meisje? Leuk dat je er bent. Ze heeft pas een auto gekocht een week geleden. Hè? Het is al een weekje oud. Klein bis. Kleine meiden worden groot. Ik kan nu kiezen. Al mijn drie vrouwen hebben een auto. Mijn dochter, Precious heeft één. Gentle heeft één. Mijn vrouw heeft één. Ik kan kiezen. Welke kan ik gebruiken van jullie? God zegent. Amen. En als God zegent, dan zegent hij goed. Halleluja. Ik wil eigenlijk deze middag spreken over wees trouw, ondanks teleurstellingen in uw leven. Ondanks teleurstellingen in de strijd, om ondanks alles toch trouw te blijven. Maar ik ga niet daarover hebben, maar ben je wel eens in een restaurant gekomen en dan krijg je van die voorafjes, toch? Voordat je met het voorgerecht begint, dan beginnen ze met een kleine dingetje van een amuse. Begin maar te proeven. En ik wil toch eventjes een klein gedeelte van deze boodschap. Niet de boodschap, maar wat ik daarmee zou beginnen. Zeg tegen uw buurman, uw buurvrouw, wees trouw. Zeg het goed, predik even voor elkaar en zeg wees trouw. Ook als zien het soms niet zitten, Carmelita, wees trouw. Zeg het tegen elkaar eventjes. Iemand heeft het nodig. Iemand achter u heeft het misschien nodig. Om zeg het, sta eventjes op, ga even misschien langs de rijen en zeg tegen een andere persoon die, u niet, die het niet heeft gehoord, die het niet heeft zien zitten. Zeg tegen die persoon, wees trouw. Ook al ziet u het nog niet gebeuren in uw leven, maar wees trouw in de Heere. Amen. Wees trouw in God. Halleluja, predik voor een moment. Ik zie daar mensen nog zitten. Niemand zegt het daar tegen elkaar. Begin nu tegen elkaar te zeggen, wees trouw. Ondanks teleurstellingen misschien in uw leven. Ondanks pijn of verdriet. Wees trouw in de Heere. Halleluja, mag ik het praise-team uitnodigen? We gaan mijn lied zingen. We gaan mijn lied zingen. Halleluja. Gaat u erbij staan nog één keer. En daarna mag u blijven zitten. Halleluja. 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 Yes, Lord. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Yes, yes, yes. Jehovah is your name. Jehovah is your name.
Wonderbare raadsman, gij vredevorst, sterke God, wij prijzen uw naam. Halleluja, halleluja, glorie, 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 halleluja. We worship you, we worship you, we worship you, we magnify your name. Halleluja, wij prijzen, zeg Jehovah, wij prijzen u. Wij eren uw naam en wij verhogen u. Halleluja, halleluja. Laat alles wat daarin is, zijn naam verhogen. Laat alles wat daarin is, zijn naam prijzen. Laat alles wat daarin is, zijn glorie bezien. Want hij is hier, hij is verlossen. Hij is de Heilige Israëls, die niet stuiver loslaat. Zeggen. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your mighty name. Warrior. Mighty warrior, great in battle, Jehovah. Dank u, koning. Mighty warrior, great in battle. Zegen uw knecht deze middag, Heer. Mogen de woorden van zijn mond en de overleggingen van zijn hart u welgevallig zijn als Jezus, we met ons het woord deelt. Ja, Vader, ja, Vader. Machtige Heer en Heiland en God, zijn naam worden geheiligd. Zegen bij God, Heer, uw knecht. Op dit moment, doe maar met kracht. Spreek, Heilige Geest. Neem over. In de naam van Yeshua. Dank u, Jezus. In Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. U mag plaatsnemen in Gods tegenwoordigheid. Great.
Een tijdje geleden moest mijn vrouw volgens mij thuis zich herstellen. Ik meen naar aanleiding van een bepaalde ingreep. En in die periode moest ik toen het huishouden doen. En ik weet nog dat ik elke dag voor eten moest zorgen. En niet dat ik kan koken, laat me dat voorop stellen. Maar ik zorgde er wel voor dat er elke dag eten in huis was. Je deed de afwas. Je zorgde dat het huis helemaal schoon en netjes was. Maar weet u waar ik achter kwam? En ik moest er zelfs eigenlijk ook om lachen toen. Stel dat een van onze kinderen door omstandigheden laat thuis kwamen. Dan vroegen ze me gewoon van, papa, ik moet eten. En ik denk van, oké, er is eten in de koelkast. Wat is er mis met je hand? Je kan het toch gewoon opscheppen. Maar dan was hun reactie elke keer, nee, jij moet het opscheppen. Anders ga ik niet eten. En precies zo was ik ook toen ik nog thuis woonde samen met mijn moeder. Als mijn moeder geen eten voor me opschepte, had ik niet. En ik kan u zeggen dat als u soms onze kinderen hoort spreken, of als u ze hoort denken, dan is het precies zoals wij eigenlijk spreken of denken. Kent u dat? Lijken uw kinderen ook echt zodanig op u? Vooral die van jou. Zullen we samen lezen Genesis hoofdstuk 1. Makkelijkste boek in de Bijbel, gewoon aan het begin. Eerste hoofdstuk, Genesis hoofdstuk 1, vanaf vers 26. Genesis 1, vers 26. En staat geschreven, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedier dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens. Hij schiep hem naar zijn beeld, maar naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. We leven in een tijd waar heel veel tot je komt via social media, via Instagram, via Facebook, via internet. En er staan heel veel predikers deze dagen op, waarvan je sommigen die je niet eens kent. En vaak is hetgeen wat zij zeggen, is voor ons ja en amen. Alsof zij het antwoord hebben. Hetgeen zij prediken of hetgeen zij zeggen wordt vaak bestempeld als de waarheid. En velen gaan hier helemaal in los. We moeten naar een hoger niveau gaan. We moeten naar een andere level gaan. We moeten dieper in God gaan. Wat u misschien niet weet. Maar vraag maar aan Pastor Gerard hoe menig een soms een kerk heeft verlaten. Omdat ze je eigenlijk zeggen, we gaan niet diep genoeg. Waar in de Bijbel staat geschreven over een hoger niveau? Of dat u diep moet gaan? En we maken er bijna een hele godsdienst van.
De Bijbel zegt en spreekt wel over jaag naar de heiliging. Jaag naar de heiliging zonder welk niemand de Heere zal zien. Dat is ons streven. Dat we moeten streven naar de heiliging. Dat we alleen simpel de Heere moeten dienen. Wat me ook opvalt, dat als je dan juist met zulke gelovigen praat, zij toch nog vaak zaken vasthouden in hun leven waarbij je denkt, hoe is dat nou mogelijk? Aan de ene kant praten ze over een hoger niveau, ik moet diep gaan, maar vervolgens houden ze nog iemand op hun hart. Ik heb vergeven, maar ik ben niet vergeten. Maar ik wil wel diep gaan. Ik moet wel naar een hoger niveau gaan. Jaag naar de heiliging. Of we houden het ervan om teksten te citeren die soms niet eens in de Bijbel staan geschreven. Zoals de salving verbreekt elk juk. Waar staat het in de Bijbel? Weet je wat er wel staat geschreven? Je mag het opslaan met mij, Jesaja 61. Jesaja 61, daar staat geschreven. De geest des Heren is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ontmoedigen. Om te verbinden voor gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor gebonden een opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. En een dag van de wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om voor de treurenden van Sion te beschikken dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen tere binten der gerechtigheid. Een planting des Heren tot zijn verheerlijking. Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen die in puin liggen. Vers 10. Ik verblijd mij zeer in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed. Ik hoop dat u dat ook kunt zeggen. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van heil. Met een mantel der gerechtigheid heeft hij mij gehuld. Gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt. En gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn saaisel doet uitspreiden. Zo zal de Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. Volgens mij in Lucas staat hetzelfde gedeelte. Lucas, dat wordt de Heer van de Heer getuig. Ik lees het snel. Lucas 4 vers 18. Er staat geschreven. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. U bent gezalfd. Niet zoals om een juk te verbreken. Maar u bent gezalfd. Om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Maar we houden ons vast aan dit woord en we bidden de salving verbreekt het juk. Ooit heeft eens een prediker waarschijnlijk een inzicht van de Heren ontvangen en hier een preek over gegeven. En we hebben er vaak een hele godsdienst van gemaakt. Maar daarom spoor ik u deze middag aan. Ken uw Bijbel. Ken het woord van God. En ik ben hier niet om predikers aan te vallen, totaal niet. Maar we moeten wel weten wat het woord van God zegt. Wat zegt het woord? Want soms komen de dingen op ons af en dan denk je van, maar wat zegt het woord van God over je leven? Mensen spreken soms tot ons dingen die contra het woord van God zijn.
En ik weet waarover, vooral de laatste paar dagen, hoeveel mensen op ons pad komen. En woord van God uitspreken over je leven. Terwijl we het woord van God hebben, die tot ons spreekt. En Gods woord is nog altijd de waarheid. Amen. Gods woord is nog altijd de waarheid. Weet u, vaak volgen we trends. Maar al deze trends hebben ons vaak tijdelijk vurig gemaakt. Je bent maar tijdelijk even vurig. Oh, wat geweldig. Maar een volledige verandering is vaak uitgebleven. En toch blijven we trends volgen. Maar laat me u zeggen, God spreekt nog steeds vandaag. Amen. God spreekt nog steeds en u bent uniek. U bent geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En dat mag u weten. God heeft u geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Dat betekent, u bent niet meer van uzelf. Als we zeggen, we behoren Jezus toe, u bent niet meer van uzelf. U behoort hem toe. Alles wat u bent, alles wat u uitademt, alles wat u doet, is de Heere. U wandelt, en neem dit echt ter harte, u wandelt in de geest en niet in het vlees. En daarom moet u weten dat de boze tekeer gaat. En we merken niet eens op hoe wij wel eens het spoor volledig bijster zijn. Tang. We hebben in onze relatie met de Heere heel veel echt toegelaten. We laten zaken toe in ons leven die we vroeger nooit toe zouden laten. Als je soms gelovigen hoort praten, dan denk je van, Heere, wat is er misgegaan in de afgelopen periode? Daarom was ik blij met het woord dat we van vanochtend, we moeten weer teruggaan naar het woord van God. De geest de ruimte geven in onze levens. En we houden ons meer bezig met randverschijnselen dan waar het in feite om gaat. Op veel vlakken hebben we een eigen evangelie gemaakt. En ik wil hier niet te veel over uitweiden. En u weet precies misschien wat ik bedoel. En als u niet weet wat ik bedoel, spreek een van de leiders aan na de samenkomst. Want ze kunnen u precies haarfijn vertellen hoe vaak wij dingen toelaten in ons leven wat niets te maken heeft met het evangelie. Wederboze infiltreert. En wat doen wij maar al te vaak? We slapen. En dat is wat hij wil. Hij wil ons doen verslappen. We worden mat. We worden lauw. We worden nalatig. We zoeken God niet meer. En wees eerlijk voor uzelf. Hoe soms gebedsloosheid, hoe gemakkelijk het zijn intrede kan vinden. Of onregelmatige stille tijd. Je hoeft niet uw hand op te steken, maar wie leest nog dagelijks het woord van God? Zoals we dagelijks eten nodig hebben, hebben we dagelijks het woord van God nodig om te overleven, om te overleven. Maar we willen wel overwinning in ons leven hebben. Gebedsverhoring op ons schietgebedje. Maar laat me u zeggen, God is geen magnetron. Zeg tot uzelf, God is geen magnetron. Je weet toch, in een magnetron? Shirley houdt die van een magnetron, hè, mijn vrouw? Zij zet alles vaak, of ze bakt het, of ze zet het in de oven. En dan vraag ik altijd, hoe lang nog? Maar in een magnetron doe je zo, poep, 30 seconden en je haalt het eruit. God is niet zo dat je eventjes drukt op een knopje. Heren, ik heb de hele week niet gebeden, maar wilt u me genezen? Zeg terug naar de basis. Ik hoor u niet zeggen, terug naar de basis. Terug naar de basis. Terug naar de basis in uw relatie met de Heere. Terug naar de basis betekent simpelweg, pak weer de draad op in uw relatie met de Heere. U hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Maar pak die relatie, pak die draad weer op waar u bent gebleven. Weet u, ik heb thuis een fitnesskamer. En het lijkt misschien niet zo, maar toch is het zo.
Mijn dochter lacht niet, gelukkig. Maar ik zat drie keer, zeker 3 à 4 keer in de week op mijn loopband. Het eten is alleen niet zo blij. Mijn lichaam is niet zo... Ja, het eten gaat dat, weet je wel. Het gaat er gemakkelijker, komt het erop, dan het er van afgaat. Maar ik doe mijn best. Amen. Maar weet je, soms heb je geen zin om op je loopband te staan. Toch? En misschien is het bij u wat anders. Soms heb ik gewoon dat ik denk van, deze week gewoon niet. En soms gaat het bij een week, is het opeens een tweede week. Ik weet nog heel goed toen ik pas begon met rennen. En ik had het bijvoorbeeld 2 weken niet gedaan, moest ik echt weer opnieuw beginnen. Maar omdat je nu al zo'n danige conditie hebt en je kent het systeem, al doe ik 2 weken niet, ik sta gewoon weer erop en ik ren. En zo is het ook als ik spoor u deze middag aan. Sommige mensen hebben lang niet meer gebeden. Ga morgenochtend, ga weer God zoeken in gebed. Terug naar de basis. En soms kan terug naar de basis verhinderd worden door teleurstellingen. Mensen die u misschien teleurgesteld hebben. Mensen die u misschien pijn hebben gedaan en je denkt, waarom dien ik de Heere nog? Of u vraagt de Heere voor een bepaalde gebedsverhoring en die gebedsverhoring blijft uit. Maar net zoals mijn vrouw net zei, we dienen de Heere niet om wat hij doet, maar we dienen hem om wie hij is. Terug naar de basis. Want als we op de duur kunnen we soms helemaal vastzitten in ons leven. Maar ik wil u deze middag aansporen, pak de draad weer op, wat er ook is gebeurd. Terug naar de basis in uw gezin. Ja, maar broeder, u begrijpt het niet. Mijn man kijkt naar andere vrouwen. Broeder, mijn vrouw heeft geen aandacht meer voor mij. Nee, u moet weer terug naar de basis. Velen moeten zich opnieuw bekeren. Sommige mensen houden hele rare gedachten erop na. In mijn hoofd komt er een wat ik laatst hoorde. Ik dacht van helemaal, dacht van, hoe is men het spoor bij zijn passagier uit? De Bijbel leert ons, wie een vrouw aanziet om te begeren, heeft in zijn hart reeds eigen breuk gepleegd. En dat wilt me in deze tijd leren, dat was voor toen, dat geldt nu niet meer. Wat voor onzin is dat? Wat voor onzin is dat? Ja, maar ik ben al 30 jaar getrouwd, wat weet ik ervan? Nou, ik ben ook al bijna 30 jaar getrouwd, voor als u het niet weet. Hey, over 2 jaar, dus ja? Nog even geduld. Het is geen grap. Denk terug aan de tijd. Je moet altijd genieten wanneer Pastor Philip hier predikt. En hij vertelt over zijn relatie van zijn vrouw toen hij pas begon. Denk terug aan de tijd toen je pas verliefd was. Toen u pas met uw relatie begon. Toen was uw partner de mooiste. De liefste. De beste. En als je ze soms nu hoort praten, dan denk je van, wow, waar is dat gebleven? Jongeren, terug naar de basis in je relatie met je ouders. Heb respect voor hen. Dat woord willen ze vaak niet meer horen. Heb respect voor je ouders. Nee, we zijn elkaar toch, ik mag toch alles zeggen? Nee, je mag niet alles zeggen. Wat voor onzin is dat wat deze maatschappij ons leert? De Bijbel leert ons principes. Wil je groeien, ga die principes toepassen in je leven. Ouders, terug naar de basis in uw relatie met uw kinderen. De Bijbel zegt, prikkelt uw kinderen niet. Nu wordt het stil, papa's en mama's. Papa's en mama's, prikkelt uw kinderen niet. Laat me rustig blijven. Terug naar de basis. Om de Heilige Geest weer de ruimte te geven in ons leven. We kunnen zonder de Heilige Geest niets doen.
We hebben de Heilige Geest nodig in onze levens, broeders en zusters. Daarom was ik blij met de prediking van vanochtend. Laat de Heilige Geest weer de plaats in onze gemeente. Laat de Heilige Geest weer de plaats in ons leven krijgen. Dat wat door en droog is misschien in uw leven, spreek het aan. De Heere sprak tot Ezechiël: kunnen deze beenderen weer herleven? Ja, ze kunnen weer herleven. Misschien bent u door en droog geworden in uw relatie met de Heere. Laat Gods geest weer komen in uw huis, in uw leven, dat hij weer de ruimte kan krijgen. En ik geloof dat velen van ons kunnen getuigen over wat de Heilige Geest vroeger deed. Hoeveel kunnen daarvan getuigen? Wat de Heilige Geest vroeger deed. Wat de Heilige Geest vroeger deed. Wat hij vroeger deed in de gemeente. Wat hij vroeger deed in onze levens. Hoeveel kunnen daarvan getuigen? Wat de Heilige Geest vroeger deed. Maar wat hij vroeger deed, wil hij vandaag nog steeds doen. Zie daar naar uit. Zie er naar uit dat wat hij vroeger deed, hij nog steeds wil doen in uw leven. Ik kan me herinneren in mijn jongelingsjaar, als we soms met... Laatst waren we naar een begrafenis en dan zagen we heel wat tieners. En je ging oude verhalen opdoen. En ik kan me in die tijd herinneren dat we samen kwamen gewoon in huiskamers. En we gingen Gods geest de ruimte geven als je zag wat daar gebeurde. Hoe de salving bewoog in ons midden. En nu denk je van, moet je bijna 10 uren bidden. Laat me niet, Roberto, hou je mond. Laten we er weer naar uitzien. Naar wat hij vroeger deed, dat hij dat vandaag nog steeds wil doen. Amen. Wat houdt het in? Nog meer in. Teruggaan naar de basis. Het houdt in dat u gaat beseffen dat u zonder hem niets kunt doen. Toen u pas verliefd werd, en iedereen van ons is wel eens een keertje verliefd geweest op iemand, ging er geen moment voorbij of je belde die persoon, je sms'te die persoon. Tegenwoordig is dat helemaal leuk. Je kan met video chatten. Soms loop ik langs de kamer van mijn dochter, die hier zit. Ze heeft een vriend. En dan hoor ik haar praten en dan denk ik van, met wie praat ze? Dan denk ik van, oh ja, ze praat met een vriend. En je wilde geen moment missen. Je wilde voortdurend in haar tegenwoordigheid of in zijn tegenwoordigheid zijn. En dat betekent terug zijn, teruggaan naar de basis. Laat me een tekst met u lezen. Openbaringen 2 vers 4. Openbaringen 2 vers 4. En ik moet gaan eindigen, want ik zie dat het al de tijd vergevorderd is en u moet op tijd naar huis. Openbaringen 2 vers 4. En er staat geschreven: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Voor sommigen betekent het op dit moment dat u terug moet gaan naar het altaar waar het allemaal begonnen is. Terug naar de Heere. Teruggaan naar uw eerste liefde voor de Heere. Waarbij u zei: Heere, u bent mij alles. Heere, u bent mij alles. En dan dat u weer teruggaat naar uw eerste liefde. Voor gehuwden betekent het misschien dat u weer een romantische diner moet gaan organiseren voor uw partner. En zo gaat het ook in onze relatie met de Heere. Ik vertelde net over mijn wekelijkse training. Ik vond, toevallig moest ik lachen. Ik volg iemand op Instagram. En die post bijna elke dag hoe ze aan het trainen is. En toen vertelde zij, ik moest zo lachen. En ze viel, bij een post viel ze gewoon neer. Boep. En ze zegt: ik moet niet aan denken dat ik eigenlijk, om dit lijf zo te behouden, elke dag moet trainen. En wilt u uw relatie met de Heer op peil houden, moet u elke dag de Heer zoeken. Elke dag verlangen: Heere, ik heb u nodig. Heere, ik heb u nodig in mijn leven.
Een prediker gaf eens een preek wat een ommekeer in mijn leven heeft betekend. En hij vertelde, en daarmee wil ik u aansporen tot slot. Het is niet hoe je begint, maar het is hoe je eindigt. En vooral dat je krachtig eindigt. Hoe hard je ook in het leven wordt geslagen, en sommigen worden hard geslagen in het leven. Je staat op, je slaat terug en je gaat door. Menig sporter zie je wel eens vallen of struikelen. En ik zat in de auto en ik was zo bezig. En ik moest ook opeens weer denken aan Sifan Hassan. Of hoe ze ook heet, Hassan Sifan. Toen ze vorig jaar bij de Olympische Spelen viel. En toch stond zij, ze bleef niet liggen, ze stond op. En ging als eerste ook nog over de finish. Hoe hard u ook wordt geslagen in uw leven. Geef niet op. Geef de strijd niet op. Deze middag zegt God tegen u, ga terug naar de basis. Ga terug naar waar het in het woord om gaat. Laten we de Heilige Geest de ruimte geven, volledig de ruimte geven in onze levens, dat Hij weer gaat werken. Dat we niet meer langer gaan praten over wat Hij vroeger deed, maar dat we het nog steeds kunnen vertellen over wat Hij nog steeds doet. Was blij met een broeder hier die onlangs iets heeft gelanceerd, een nieuwe clip. En ik sprak hem aan, ik zeg, dat is wat de Heere deed vroeger. En Hij wil je nog steeds daarvoor gebruiken. Ik zie hier zoveel broeders en zusters zitten, hoe de Heere gelooft. De Heere wil u machtig gebruiken in deze dagen. Een broeder zei altijd hier in de kerk, hij zei, Roberto, mijn podium is groter dan het podium hier. Want hij weet, er zijn zoveel zielen onder zijn en op de straten daarbuiten. Op uw werk, waar u ook komt of gaat of staat, sta open voor de Heilige Geest in uw familie. Open voor de Heer, dat de Heer u gaat gebruiken in uw familie. De Heer heeft maar één persoon nodig, zeg één persoon. En vraag de Heer, laat mij die ene persoon zijn. Als getuigenis tot slot, een nichtje van ons heeft onlangs haar leven aan de Heer gegeven. En als je ziet hoe het een soort van ketting-effect aan het worden is. Of het is geen ketting, een sneeuwbaleffect, hè? Dat is het juiste woord, ja. Een sneeuwbaleffect aan het worden is onder haar neven en onder haar nichten. Hoe ze mensen brengt naar de Heer. God heeft maar één persoon nodig. Laten we volk zijn van de Geest van God. Amen. Zullen we erbij gaan staan? Teruggaan naar de basis. En als u zaken moet herstellen met de Heer, hef uw handen op. En laat de Heer werken in uw leven. En begin de naam van de Heer deze middag aan te roepen. Heer, laat me weer teruggaan. Herstel mij weder in mijn relatie met u. En als u misschien hier vooraan wilt komen staan, u mag hier vooraan bij het altaar komen staan. Als u terug moet gaan naar het altaar, kom terug naar het altaar. Ga u weer toewijden aan de Heer. Zeg, Heer, ik heb sommige dingen laten steken, ik heb sommige dingen laten vallen, maar ik wil weer terugkomen naar u. Heer, geef mij weer de genade en de kracht om de draad op te pakken, om waarlijk voorwaarts te gaan in de naam van Jezus. Halleluja. Hef uw handen op als u kunt. Zeg, Heere, heilig mij. Heere, heilig mij. Heere, heilig mij. Heere, heilig mij. Zijn er meer mensen die de draad weer moeten op willen pakken? Halleluja. Misschien moeten sommige mensen zich opnieuw toewijden aan de Heere. Ik wil u de gelegenheid geven. Kom hier vooraan bij ons staan. Laten we met u bidden. Sommigen moeten zich opnieuw toewijden aan de Heer. Sommigen waren vroeger zo vurig. En verlangden ernaar om door God gebruikt te worden. Maar daar is die teleurstelling heeft plaatsgevonden. Dat verdriet heeft plaatsgevonden en je denkt, het hoeft niet meer. Maar deze middag spreekt de Heer tot jou. Deze middag spreekt God tot jou. Halleluja. Keer terug. En ik heb niet over dat je je leven moet geven aan de Heer, maar ik heb het over keer terug naar het altaar. Keer terug naar die vurigheid met God. Halleluja. Halleluja.
want dan gaat het om u. Om u alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging. Want het gaat toch om u. Om u alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging. Want het gaat toch om u. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. Ik wil terug naar het hart. Misschien moeten sommigen hun gebedsrelatie weer herstellen. Uw lofprijs moet hersteld worden. Yes, Lord. Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging. Want het gaat toch om u. Om u alleen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Terug naar het hart van aanbidding, want dan gaat het om u. Om u alleen, Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging, want het gaat toch om u. Om u alleen, Jezus. Om u alleen, om u alleen, Jezus. Om u alleen, Jezus. Ik wil de oudste vragen om de mensen gewoon kort te zegenen. En luister wat we gaan doen. En ik wil ook voor degenen die hier vooraan staan. Ik vertelde net over mijzelf, over trainen. U weet wat u weer moet oppakken. Ik weet dat niet. U die vooraan staat, u bent gehoorzaam aan de stem van God. En u weet wat u weer moet oppakken. En we gaan u zegenen als oudste. En ga weer de draad oppakken. Het zit hem niet in het gebed dat wij voor u bidden. Maar we willen u wel daarmee de zegen meegeven. Dat u weer de draad gaat oppakken. En dat u weer gaat zeggen, ik ga er weer voor. En misschien moet er herstel plaatsvinden in uw relatie. Laat het herstel plaatsvinden. Misschien in uw relatie met de Heere. Wat het ook is. Maar geef de geest de ruimte om volledig herstel plaatsvindt in uw leven. Amen. Laten we hen kort zegenen. Mogen nog eenmaal zingen. Ik wil terug. Langzaam wordt het stil. Dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens. Iets te geven, Heer. Waar u blij mee bent. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, door de buitenkant heen, door grond en diepst van mijn hart. Het gaat toch om u. Om u.
Halleluja. Het gaat om Jezus. Het gaat om de Heer. En het gaat om het werk van de Heilige Geest. We gaan terug naar de basis. En iets dat daar deel van uitmaakt, is ook het onderdeel waarmee we nu aan de slag gaan. En dat heeft te maken met het geven en het offeren. Ik wil u verzoeken, als u zo'n machtigingsenveloppe hebt ingevuld, om ons eenmalig te machtigen, of u wilt contanten geven. De financiële medewerkers komen zo meteen langs de rijen. En dan mag u daarin uw offer doen. De rekeningnummers komen zo meteen in beeld, als ook de QR-code. U thuis, maar ook hier, u hier in de zaal, mag daar dankbaar gebruik van maken. Zullen we de Heere... Ik heb nog een tekst. 2 Korinthe 9 vers 7 luidt: laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. God heeft lief wie blijmoedig geeft. Halleluja. Vader in de hemel, in de naam van Jezus, danken wij u, Heere, voor dit voorrecht om te mogen geven, Heer. Vader, een deel van al hetgeen wat u ons geeft en waarmee u ons zegent. Dank u wel, Abba, dat we mogen geven voor uw werk. Heer, we danken u voor allen die geven. En meer nog bidden wij uw zegen voor ieder die dat heel graag wil doen, maar niet kan, Vader. Heer, we danken u dat door uw zegen, Jehovah Jireh, dat wij met z'n allen in het vervolg zullen kunnen geven. Zo zegenen we dit offer in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Geeft u met blijdschap. Water you turned into wine, you opened the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Oh, oh, oh. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh. Shine out of the ashes, we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. You are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And
stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand mag de Heer nog een krachtig applaus geven. Because there is nothing that can stand against God. Nothing, niets. Halleluja. We willen Pastor Roberto van harte bedanken voor het woord. En zoals hij zei, dat hij toch nog op het laatste moment geluisterd heeft naar de Heilige Geest. Dank u wel, Pastor Roberto. Gelovigen, wilt u alstublieft met me gaan staan? Het is tijd. We gaan de dienst afsluiten. Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel, Heer. O, dank u, Abba. Het is steeds weer zalig, Heere God, om te zitten onder uw woord. Om te horen van u, Abba Vader. En het bijzonder geleid te worden door u, o God, Heilige Geest. Dank u wel, Heere, dat u ons ook vandaag weer hebt aangespoord terug te gaan naar de basis. Abba, en we danken u ook, Heer, dat u door de kracht van uw Heilige Geest ons hierin leidt. Heer, dank u wel, Vader God, dat we zo ook uw zegen mogen uitspreken. Gemeente, ontvang de zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede, totdat hij wederkomt. Amen. Ik wil u aan nog iets herinneren. Er is vanavond bevrijdingsdienst. Wees u welkom en een fijne middag.